Auditeur militair Roy Elgin heeft een gevangenisstraf van 10 jaar geëist tegen Ruben Roosendaal, een van de 25 verdachten in de decembermoordenstrafzaak. Tegen de verdachten Ernst Geffrey en Ivan Dijksteel is 20 jaar geëist. Elgin hield vanmorgen zijn requisitoor. Geffrey was lid van de groep van 16 die de slachtoffers heeft beschuldigd van het beramen van coupplannen, hen heeft laten oppakken en vervolgens laten executeren. Dijksteel heeft vrijwillig deelgenomen in het vuurpeloton. Uit het requisitoor van Elgin kwam naar voren dat Roosendaal als getuige en als verdachte verklaringen heeft afgelegd in deze zaak. De verklaringen die hij als getuige heeft afgelegd zijn niet tegen hem gebruikt. Volgens Eddie Wijngaarde, nabestaande van een van de slachtoffers van de 8 decembermoorden, bevindt het proces zich in een stroomversnelling. Alles was nogal wat langzaam. Men nam erg veel tijd om tussen de verschillende zittingen door. Maar nu zie je gewoon dat er ook wel wat vaart achter gezet wordt. En dat moet ook, want er moet een eind aan komen. En er moet ook een eind aan komen om eigenlijk duidelijk te laten zien, ook aan de gemeenschap, dat die rechtsorde weer hersteld wordt in Suriname. En dat is van belang voor de ontwikkeling van Suriname. Dus het tegenhouden of het vertragen, dat was geen goede zaak wat dat betreft. Maar nogmaals, zoals het nu gaat, denk ik wel dat uiteindelijk de uitspraak van de rechter, de gemeenschap ten goede gaat komen. Daar heb ik niet over de inhoud van die uitspraken, want dit zijn natuurlijk eisen die gesteld zijn, of voorstellen van eisen door de auditeur militair. Maar de rechter gaat uiteindelijk bepalen wat de strafmaat gaat worden. En wat dat betreft heb ik er wel vertrouwen in dat ze wel overwogen met de uitspraak zullen komen. Wijngaarde zegt dat deze zaak zal zijn afgesloten wanneer de samenleving tevreden zal zijn over het eindoordeel. Voor de nabestaanden is belangrijk dat de verdachten toegeven wat ze hebben misdaan, geeft hij aan. Je ziet dat er voortvarend nu gehandeld wordt. De data worden wat sneller bekendgemaakt. En nu zit er toch een procedure in waar men niet onderuit kan. Je krijgt nu de advocaten die aan het woord zullen komen. Dus het Openbaar Ministerie gaat dan weer, zal weer het woord komen. Dan komen de advocaten nog een keer. En dan mag de verdachte eventueel het laatste woord hebben. En dat kan erg belangrijk zijn, want in het laatste woord kan hij ingaan op datgene wat de heer Roosendaal gezegd heeft. Roosendaal heeft gezegd van hij is spijt betuigd, hij heeft meegewerkt. En het feit dat hij oproep doet aan de overige verdachten om alsnog spijt te betuigen, dat kunnen ze in het laatste woord doen. En dat zou misschien voor de rechters een reden kunnen zijn om niet die 20 jaar aan te houden, maar misschien wel lager te gaan zitten. Maar dan zullen ze toch iets bij zichzelf in de spiegel moeten gaan kijken en eerlijker moeten worden. En dat was Eddie Wijngaarde, nabestaande van een van de slachtoffers van de 8 decembermoorden.